Tijdens een exclusieve pre-opening kregen zowel artsen als patiënten de kans om een kijkje te nemen in het gloednieuwe moeder- en kindcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dit unieke centrum brengt alle specialisten materniteit, neonatologie en kindergeneeskunde samen om moeders en kinderen de beste zorg te bieden. Antwerpen is een regio met een zeer hoog geboortecijfer. 32% van alle Vlaamse kinderen worden hier geboren, in Antwerpen. En we wilden eigenlijk investeren in de toekomst van die kinderen. En daarom wilden we al de superspecialisten die in een universitair ziekenhuis aanwezig zijn, samenbrengen rond die moeder en rond dat kind. Dat wil zeggen dat alle zorg rond bevalling, zwangerschap, risicozwangerschap hier zit. Dat nadien alle zorg rond pasgeborenen, wat dat dan neonatologie heet, hier gaat zijn. En dat ook alle kindergeneeskunde hier is. Grote voordeel is dat je in één team gevolgd wordt. Dat je kent van vorige geboorte totdat je afzwaait als volwassene hier. 500 patiënten kregen een rondleiding op de verschillende afdelingen van het nieuwe centrum. En konden er ontdekken hoe de zorg er centraal rond ouder en kind georganiseerd wordt. Dat al die moeders zo mooi mogelijk moeder kunnen worden. Dat is het belangrijkste dat wij hier doen. En daarvoor hebben we een heleboel ruimte nu. Daarvoor hebben we licht. Daarvoor hebben we aangenaam materiaal. Er is een bad bij. Daar is verzorging bij. Dat was er allemaal bij ons niet. Dat was gewoon een kamer waar je moest gaan liggen. En een zetelbed weer bijgebracht. Hè. Dat was het. En voor de rest was er niks. Wat wij vooral willen, is dat het contact tussen kinderen en hun ouders, ook als dat neonati zijn, ook als dat kinderen zijn die zwaar ziek zijn, als die intensieve zorg nodig hebben, dat die zo natuurlijk mogelijk gebeuren, zodanig dat de genegenheid die tussen ouders en kinderen ontstaat, niet geschonden wordt door complexe medische behandelingen. Een zwangere is helemaal niet ziek. Dat zijn mensen die heel gezond zijn en eigenlijk een van de mooiste momenten in hun leven gaan beleven. En dat willen we niet verstoren, we willen dat niet stuk maken eigenlijk. Maar tegelijkertijd hebben we dat ander stuk van ons werk. Dat is zorgen voor die mensen waar het niet natuurlijk gaat en waar je grote problemen hebt en we natuurlijk wel met al die high-tech klaar moeten staan. De afdeling die gaat dus 28 intensieve bedden hebben, dus wat ze eigenlijk de NICU-patiënten noemen, en 4 niet-intensieve bedden. Dus we hebben ongeveer een 60 verpleegkundigen die daar dan voor zorgen. We hebben een vijftal neonatologen die daarmee voor zorgen. Maar er zijn natuurlijk ook een pak kinderartsen die hier ook komen, die hier ook werken. Wij zijn 6 maanden geleden ouder geworden van Noemi. En zij is te vroeg geboren, 5 weken, op neonatalen in het UZA, heel goed verzorgd. En ja, toen dat het centrum dan openging, wouden wij eens komen kijken hoe dat allemaal veranderd was. Cleo is geboren met zware bloedarmoede. En zij is overgebracht van Turnhout. De mensen hier halen nu er echt ongelooflijk hard door. En alles is goed gekomen. Het eerste dat opvalt is de privacy. Ja, alles is nieuw, veel ruimer, veel licht. Er zijn allemaal aparte boxen nu op neonatale. Wij lagen met 3 kinderen op 1 kamer, je hebt weinig plaats. Ja, en hier kun je veel rustiger, denk ik, bij je kind zijn, een band vormen. Dus ja, heel knap allemaal. Alles meer privé, denk ik dan, hè, omdat het allemaal gescheiden dingen zijn. En ik denk dat daardoor de zorg ook nog meer specifiek naar elk kind, dat beter gaat zijn. Ook de afdeling kindergeneeskunde is niet veraf. Zo zullen patiënten zich minder moeten verplaatsen en kan informatie tussen specialisten sneller uitgewisseld worden. Dat kan handig zijn, ondervonden ook de allerkleinste. Zij konden tijdens deze rondleiding met hun zieke knuffel terecht bij de dokter van morgen. Dan gaan we zijn arm eens onderzoeken, hè. En nog eens. Ja. Amai, zeg, zo'n flinke beer.